Dit is een nieuwsuitzending nummer 180 of 81 of ergens in die buurt. En dit wordt... ik kan meerdere talen. Dit wordt shameful. Ik heb gestudeerd aan de Landbouwhogeschool te Wageningen. Daar heb ik veel dingen geleerd. Overigens. De bibliotheken die puilden uit van chaostheorie boeken. Mijn favoriete onderwerp was turbulentie. Nou, turbulentie kan je momenteel wel vergeten bij de... Hoe heet het tegenwoordig eigenlijk? Wageningen University and Research. Er moet toch wel een centrum achter staan dan? Het is Wageningen Universiteit en onderzoek. Onderzoek naar het begrip universiteit. Oh, nou, dat is prachtig. Ik word er heel erg blij van. Ik kreeg deze mail van deze mensen. En er staat dus hier. Dit hebben ze wel netjes gedaan. Ze eren wie eren toekomt. Ze kennen mijn naam. Ik lees hem even voor. Geachte heer Winkel, volgend jaar is het op 9 maart. Er staat er precies een eeuw geleden. Laat dat woord precies gewoon weg. Volgend jaar op 9 maart vieren wij het feest van het 100-jarig bestaan. Dat onze universiteit... Oh, van wie is die universiteit eigenlijk? Stel ik je domboos of zo? Toen kregen ze de academische status toegekend. Oh ja! Dus op 9 maart, en dan moet je dus 2018, moet je waarom zeggen ze niet gewoon op welke datum? Zeg dan gewoon op 9 maart 1918. Ja. Op 19, en ik heb nog onvoldoendes gekregen voor schriftelijk rapporteren. Dat doen die homo's ook nog een keer. Om mensen als mij te gaan lopen afzeiken. Terwijl ik heb gewoon een 8 gehad voor luchthygiëne en verontreiniging. En een beledigende 7 voor informatica. En dat wreef die vent er ook nog eventjes in. Jezus. Maar gelukkig, je hebt hier een link. Hè? Want ik ben ook natuurlijk superlink. Dat snap je ook wel, hè? Je gaat mij niet in mijn F lopen e-holen. Hebben ze dan zo'n mooie mail gemaakt. Er staat in ieder geval wel dus netjes geachte heer Winkel. En niet geachte Winkel. Mooi. Goed gedaan, jongens. Nou, en dan mag ik dus mijn verhaal gaan delen. Nou, en dan kan je hierop klikken. Hoppa. En wat krijg je dan? Ja, zijn we allemaal reuze benieuwd, hè? Nou, dit is een prachtige website. Hier zie je dus wat je hier ziet, hè. Want die universiteit, toen ik daar dus studeerde, zat die bovenop de berg. Dit is een partijtje landbouwgrond. En daar hebben ze wat dingen, bomen in geflikkerd en een vijver gegraven. Dat heet een campus. Ik heb zo'n meisje van de landbouwdingen, hoe heet dat tegenwoordig? De Wageningen, dat WUR. Maar ergens is het gewoon, is het Wageningen University and Research Center. Maar dan krijg je WURK. Snap je de grap? Maar goed, we gaan lekker doordenderen. Ja, dit is het dus geworden. En een meisje, die kwam in het kader, want ze studeerde milieudinges. En die kwam bij mij langs, want ik ben bezig met... lokale economie dinges, lokale valuta. Dat vond ze interessant voor haar afstudeerscriptie. En zij studeerde dan dus milieu. En vroeg ik aan haar, wat vind jij van de koolstofcyclus? Moet die harder gaan draaien of langzamer? En toen keek ze mij stom verbaasd aan, hè? En dat was best een leuk wichtje. Ze had ontzettend veel last gehad van RSI. Want op de Wageningse de WURK, of zo.
Dan laten ze kinderen niet meer luisteren naar verstandige leraren. Nee, ben jij gek? Dan mogen ze elke dag een rapport schrijven. Dus dat meisje had RSI gehad en dan kreeg ze ook nog een toelage, want ze had RSI. Dus dan mag je een studiebeurs, uitstellingsvergoeding aanvragen. En dat was ook allemaal gelukt. En dat, de arme kind, dat woonde op Droevendaal. Zullen we even... Droevendaal, Duivendaal, wat was het ook alweer? Pak het er gewoon bij. Want het einde van het onderwijs is nabij. Nee, dat is al lang gebeurd. Ja. We gaan gewoon eventjes naar Wageningen. Waar zat het ongeveer? Dit heb ik niet nodig. Wat wil je hier naartoe? Ga er weg, idioot. Af en toe haat ik software zo ontzettend. Hè? Vooral als ik boos ben. Even kijken. Heb je de Nijhoort alleen? Mansholtlaan. Oosteeg. Ja, kijk. Dan zitten ze hier. Zitten ze dat momenteel dat gebied. Daar zitten ze momenteel. En vroeger zat het gewoon netjes. Moest je echt een pokkenend omhoog fietsen. Helemaal daar, oké. En dan heb je dus... Waar woont dat kind nou? Dat zit hier ergens in de buurt. Heb je zo'n barakkenwijk. Daar zit het bijenhuis. Oké, dat gaat de goede kant op. Ik heb er nog een keer opgetreden met mijn band. Ja, hier. Spreek ik de waarheid of spreek ik de waarheid? Wat staat hier? Ken ze nog een beetje Vlaams of moet ik Spaans gaan spreken? De droeve Doolse Steeg. Daar woonde de arme kindje. En die keek mij dus aan en die zei, wat vertel je me nou? Van koolstof kan je CO2 maken. En planten, die maken daar weer koolstof van. Dat wist ze niet eens. Dat heet dan de Landbouwuniversiteit. Nou, op dat moment sloeg mij de schrik om het hart natuurlijk. Dat ik denk, oh mijn god, waar moet deze wereld naartoe? Maar gelukkig kreeg ik dus die mail. Hè? En dan kon ik even kijken naar wat hun internetpower is. Het ding is dus wel, je kan wel de waarheid te vertellen hebben, maar als je niet zoals Maarten Luther in 1517 een boekdrukkunstpers ellende hebt, hè, dan stel je helemaal niks voor. Kan je je voorstellen dat Maarten Luther, die had zijn 95 stellingen alleen maar op kunnen pennen, en er was niet een manier geweest om het even door te drukken. Dus je maakt je bij dit soort mensen echt zorgen over het feit, kennen ze het wel van de boekdrukkunst? Dat wordt dus heel grappig. Dat was ongelooflijk prachtig. Dat had ik mijn klant moeten flikken. Dan had ik echt... Per onmiddellijk was ik gewoon gefired geweest. Nou, dan heb je dus hier. Steun een project. De bedoeling is dus dat ik als ingenieur... Die dus nog in de laatste dagen... Want ik heb fucking les gehad van een rozenkruiser... Die gewoon eerlijk zei dat hij een rozenkruiser was. En zei van... You know fuck with me. Want ik ben een rozenkruiser. Gewoon een eerlijke katholiek. Ik heb mijn les gehad. Ik heb echt op mijn flikker gekregen. Op mijn sodomieter gekregen. De mensen zeiden, dit gaat niet. Overnieuw. Ik heb daar echt iets geleerd. Over turbulentie en chaos. En ik ben dus van huis uit. Ja, nee, niet van het huis van mijn ouders, maar... Het huis van mijn vader uit ben ik christen. Daar was ik al en toen die man dus bekende dat hij rozenkruiser was, had ik daar geen enkele moeite mee. Ik heb wel met hem op een dinsdagmiddag in mijn vrije tijd en in zijn vrije tijd hebben wij opnieuw een zure regen experiment gedaan. Want ik wilde toch echt weten hoe zit het dan als de NO2 iets hoger is qua concentratie. Hoe werkt het dan uit? En die rozenkruiser die ging ermee akkoord. Die zei oké. Dus, en hij en ik. En hij heette Paul de Heer. En voor die naam hoeft hij zich niet te schamen.
Maar hij en ik hebben op een dinsdagmiddag een zure regen experiment gedaan. In onze vrije tijd. En daarna hebben we nog koffie gedronken. En dat kostte dan, weet ik veel, in eurocenten 12,5 cent. Met een vriendelijke kantine, juffrouw. Kijk, dat waren de tijden. Dat is nu allemaal afgedaald. Er is helemaal niks meer van over. Ja, dus de koolstofcyclus, dat is een cyclus. Dat is een cyclus. En je wil het, en als die gaat lekker gaat, ja, dingen ze, ja. Ja, dan wordt het warmer. Ja, natuurlijk wordt het dan warmer. Denk jezelf. Burn, baby, burn. Bah. Ik bedoel bah in die zin dat het niet verteld wordt. Wat maakt het nou uit dat er bomen groeien? Hoezo heb je een hekel aan groeiende bomen? Hier hebben ze toch ook allemaal bomen eromheen gedaan. Wat voor een CO2-cyclus denk je dat hier aan het gebeuren is? Als je al die bomen maar laat groeien. Wat moet je uiteindelijk met zo'n boom? Of gras. Maar nu het goede nieuws. Je mag hier dus een project steunen. Dit wordt lachen, jongen. Oh. En dan heb je dus hier. Gaat als eerste die sukkels. Moet je een bedrag invullen. Nou, ik doe gewoon een euro. Dat is toch niet zo moeilijk. Dan kan ik dat wel missen. Ik bedoel, een biertje in de kroeg is 2,30. En ik weet van die hele zuinige kroegen waar je wel heel goedkoop lekker veel vet rode wijn kan krijgen. Dus, maar dan praten we echt over, ja, ik wel 1 euro kan. En dan connect mijn Facebook. kom op. Ja, hij gaat lopen. Nou, dan weten ze gelijk wie ik ben. Mijn voornaam is dan Perry, is helemaal geen geheim. Mijn achternaam is Winkel op zijn Nederlands. Of Winkel auf Deutsch. Of beter gezegd Van der Hoek op zijn Nederlands. Nou, dit is het e-mailadres waar ik 100 euro per jaar voor betaal. Heel veilig bij Mac. Dit is mijn foto, die hebben ze van Facebook gepikt. Nou, prima, dat is wel een mooie foto die is genomen in de Ardennen. Ik wil natuurlijk zichtbaar zijn, want ik zie er namelijk ontzettend goed uit. Dus waarom niet? Krijgen we nu de lol. Uit welk land kom ik? Nou, mijn land, dat heet Nederland. Daar ben ik geboren. Ik ben geboren in Bovenkerk. Nou, dat zal er. Maar dan gaan we nu kijken of ik mijn land kan kiezen. Ja? Nou, heb je hier dat lijstje? Ja, waar sta ik eigenlijk? Waar ben ik? Nou, het zal wel de bedoeling zijn dat je iets ingaat diep. Nou, doe ik gewoon. Ja. Even kijken. Wat levert mijn op? Hongkong? Nee, geen Hongkong. Oké, dat doe ik. Een E erachter. Ja, oké. Palestina? Nee, natuurlijk niet. Sierra Leone, Senegal. Nee, het lukt me echt niet op deze manier, hoor. Whatever. Ja, nee, deur. Nee, dat bestaat dus niet. Oké. Overnieuw. Niet opgeven, niet wanhopen. We doen de. Oké. Sint Bartholomew, Ethiopië. Nee, daar ben ik ook niet. Lithuanië. De Noorden van de Marie. Oh, hij staat er toch. Oh, gelukkig. Netherlands. Aha. Nou, dat gaat nog in ieder geval goed. Ik kon hem echt niet vinden. Want als je hier gewoon helemaal niks in typt. Wat even hoor. Even terug. Even zeuren. Als je niks. Kijk, nou, dit staat dus wel op alfabet, hè? Maar die andere plekken niet, hoor. Kijk eens, hier. Waar? Oh, hij is gesorteerd op LU. En dan Liechtenstein, ja. En dan Sri Lanka. Die staat onder de. Oh, wat ingewikkeld, zeg. Dat is mooi over nagedacht. En dan heb je ze bij de N.
moet dan, even kijken, moet bij de Nederlands, nee, dat klopt niet. Oh, nee, dat klopt niet. Even kijken hoor, Mozambique, Namibia, New Caledonia, ja, waarom staat hij niet onder de zee? Maar dan heb je hier toch Netherlands. Ik ben toch niet gek of zo? Hoezo staat Netherlands onder Nicaragua? Zie je dit? Wat is dit voor een lijst? Hebben die mensen nooit gehoord van alfabetiseren? Kijk, de I, even uitleggen, maar Nicaragua, dat is N-I. En de I, dat is de achtste letter van het alfabet of zo. En dan heb je hier Netherlands, maar dat is met een E. Ik ga deze inschrijving helemaal afmaken en ik ga ze gewoon echt vertellen dat ze als eerste moeten gaan leren hoe je moet alfabetiseren. Leer dat tenminste aan die kinderen, terwijl ze hier een beetje in het gras zitten te grijnzen naar die mooie meisjes in gestreepte shirtjes. Ik kan zeuren over de scheiding van kerk en staat, maar ik zou beter zeggen van de scheiding in onderwijs van meisjes en jongens. Geef ze hun eigen onderwijs. En trouwens, daarachter, er zat een sterflets. Als je nou even naar links kijkt, heb je die boom met dat zonnetje erin. Maar dat zonnetje is erin gefotoshopt. Stel ik je nephoekers. En dan zie je dus, als je van het zonnetje omlaag gaat, dan zie je een sterflet. Ja. Op zo'n apparaat heb ik gewoond. Daar heb ik zelfs seks gehad. Op de achtste verdieping zelfs. En een vriend van mij die heeft seks gehad op de negende verdieping. Oh. Wij zijn insiders. Ik weet nog van de tijd dat wiskunde betekenis had. Hè? Mijn startjaar was 1978. Waarom zijn 70 ook? Dan moet je een onderscrollen, vind ik best. Maar ik ben dus hier. Toen ging ik naar de HAVO, dus ik ben hier begonnen. Ja. Science Group. Dat was. Other non. Hoezo? Wat nou? Environmental, oké. Okay. Rol. Ik ben. Hoezo? Ja, oké, okay, dan weten ze dus niet. Ja, idioten. Dat hadden ze toch kunnen weten? Ze hebben mijn fucking e-mailadres en ze weten niet in welke richting ik afgestudeerd ben. Dat moet ik alsnog gaan vertellen aan de pedel. Kijk, als de administratie uitvalt, dan zijn het mooi. Student! Akels. Geboortejaar, weten ze ook niet. Ai. Oké, dan maar een keer vertellen dan. 1959. Wat zijn er weer? Hè? Sorry. Squeeze me. 1959. Kom op. 1959. 31? Scroll. Oh, de geboortejaren hebben ze ook niet onder controle. Nou, dat is een goed bericht, man. Hoe slechter deze mensen kunnen programmeren en kunnen zichzelf publiceren, des te minder wij last hebben van deze ongelofelijke onwetendheid. Hoezo? Radonotzee. En mijn geboortejaar is 2016? Mag ik daarvoor kiezen? Kijk, bij de Wageningse Wurk zijn ze zo stom. En ze kan dit gewoon invullen. Ik kan zeggen, ik ben in 2017 geboren. Heel veel erg. Ik kan u ook gaan huilen. Maar waar zijn mijn geboortejaren? Even serieus, hè? Waar staat dat nou? 1923, kijk, in ongeveer, ik zal even vertellen, maar mijn opa,
En mijn oma, die zijn ongeveer hier geboren. Zo. Of iets te... 1907 of zo. Denk ik. Dat was mijn opa. En dan krijg je dus hier krijg je het geboortejaar van mijn vader. Oh, die staat er ook niet eens op. Oké. Okay. Zelfs het geboortejaar van mijn vader, dat gaat al niet. Dat was namelijk 1941. En ik ben geboren in 1959, dus nou ja. Dan kun je hier dan kiezen. Oh nee, je moet een andere klik doen. Nu kan je wel terug. Even kijken, terug in de tijd. Kijk, ja, dan gaan we hier naartoe. Geweldig, ja. Klik. 1959. Oh shit. Wat een goede website, man. Je kan je gewoon niet aanmelden om je verhaal te vertellen. Even kijken, hoor. Want ik was in 78, terug. Toen was ik dus startjaar, ja. En dan hop, en mijn geboortejaar, dat kon dus niet. Nou, dat doen we dan maar op de hand. 1959, kijk wat het jaar bestaat. Nou, ik weet het niet. Vereniging. Ja, daar heb ik een beetje een probleem mee. Want ik ben uitsluitend... Ik ben dus hier lid van geweest, maar ik ben wel... Ik heb nooit contributie betaald. En uiteindelijk stond ik dus... Maar momenteel doe ik wel de boekhouding dinges voor deze vereniging. Ik houd ze wel een beetje in leven. Qua administratie. Even kijken wat er verder gebeurt. Ga door. Kies uw betaalmethode. Een euro. Met Buckaroo. Oké. Ja, die ken ik ook. Dat ga ik dus even lekker niet... Ga ik dat doen? Is het mij al die moeite waard, hè? Want waar het mij om gaat bij het onderwijs, is dat je de kinderen, de onwetende, de ongelovigen, de baby's, dat je die angst aanjaagt met het begrip, de objectieve werkelijkheid. En dan een boem. Daar gaat het mij om. En dan worden mensen zich bewust van de objectieve werkelijkheid. En dan worden ze zich ook, dan worden zij zich ook bewust van het feit dat de objectieve werkelijkheid niet alles kan zijn. En deze bullcrap yo-yo's die mij een beetje willen laten betalen voor wat eigenlijk? Stelletje armoedzaaiers. En denk eens na over dat woord. Het zaaien van armoede. Ik heb toch helemaal geen zin om te gaan betalen voor wat? Ik ga binnenkort met mijn band optreden hier in Arnhem. En dan worden de lokale families, dinges, alles, kennissen worden uitgenodigd. En die betalen voor een drankje. En de gelegenheid waar je dan verblijft, die trekt die beurt van de meeropbrengst. Want een biertje in de supermarkt, ja, dat haal je voor 50 cent voor een halve liter, dus 1 euro de liter. Heel bier hier in Nederland is goedkoper dan melk. Maar niet in de kroeg. In de kroeg betaal je gewoon voor een, even kijken hoor, 0,2 centiliter betaal je, zeg maar 2,5 euro. Nou, dat keer 5, dus ja, je betaalt in de kroeg betaal je 12, 13 euro voor een liter bier. Als je lekker bier wil. En in de supermarkt is dat goedkoper. En dat is de opbeuring, of de beurtenis, de beuring van de venue, van de gelegenheid. Ik wil best wel langskomen en daar 3,50 euro betalen voor een kopje koffie. Ah, dat wil ik prima doen. Maar ga ik nu via iDeal met mijn pliep, 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 scan uw code opnieuw. U heeft te lang gewacht. Ga toch weg.
Wat dit is, de Wageningse University Research, de Wurk, dat heet Learning Against Learning. Gewoon mensen volstoppen met onzin. Het is een soort Beekdaliseum, maar dan op universitair niveau. Het is jammer. Ik vind het echt kut, hoor. Echt kloten dat het zo verworden is. Aan de andere kant, het is onze eigen schuld. Hadden wij maar beter op moeten letten. En voor de rest, voor degene die dus wel weten wat voor een crapzooi dit is. Ja. Hoop ik dat ik ze een beetje kunnen laten lachen. Want toen ik daar zat, had je ook het ITAL. Dat was het Instituut Toepassing Atoomenergie Landbouw. Laat hem even op je inwerken. En wij waren van die geitenharen sokken. In ieder geval, ik ben nooit zo'n geitenharen sokman geweest. Maar ik heb wel heel veel vegetarisch gegeten in Wageningen. Bij Jokari. En dat was heel goed te betalen. Dat was 2,50 gulden. Dus dat is een beetje omgerekend. Met de inflatie teruggerekend. Zeg maar 80 eurocent. En dan kreeg je gewoon allerlei hapjes. En allemaal zilvervlies rijst. En allerlei bonen. En om 10 uur 's avonds had je weer honger. Dat vond ik dan wel van Jokari. En ik ben er gewoon geweest. En die Jokari lui. En die geitenharen sokken. Geitenwolle sokken. Die waren fel gekant tegen dat ITAL. Ja, natuurlijk. Want wat heeft atoomenergie überhaupt met ons te maken? Atoomenergie is toch iets van de aarde of de zon of whatever. We hebben toch zonneschijn. Wat denk je dat die bomen van groeien hier, die je nu ziet, hè? Die groeien niet van atoomenergie. Die groeien van de zonne, van het zonlicht. Zonne-energie. Dat is alles wat er is. En wat deze lui doen, is dat ze de zon vereren. Want dat zijn het. Het zijn satanisten, het zijn luciferianisten. Ze vereren de zon. De S-U-N op zijn Engels. Dus niet de zon. Terwijl ze drommels goed weten dat het enige wat ons hier in leven houdt, dat is de zon. En die hoor je niet te vereren. Daar hoor je dankbaar voor te zijn. En zij dwingen die dankbaarheid af. En dat doen ze allemaal rare dingen met mondiale heetwording ofzo. En dan krijgen we stomme films over ons uitgestort, zoals The Arrival. Nou, hier zie je het gewoon aan het werk. In die zin dat het niet werkt. Dit gaat helemaal over niets. En dat is zorgelijk voor ons. Dat we onze kinderen niet meer naar een echte universiteit kunnen sturen. Behalve natuurlijk als het ons lukt om dit te infiltreren met goede leraren. Leraren die wel vertellen hoe de boel in elkaar zit. Ik zal het op een volgende keer misschien nog gaan hebben over de I Ching. En hoe daar een verhaal in staat dat er een tiran was. En die had een neef of een broer. Er was ook een aristocraat, dus die had het ook voor het zeggen. Iedereen accepteerde de familie. En die neef die deed altijd alsof hij spastisch was. Wanneer die tiran in de buurt was. Dus die tiran die dacht. Oh, die neef. Dat is toch een idioot. Er komt alleen maar onzin uit. En iedereen lachen. En die tiran dacht. Ja, lach maar om mijn neef. En zo gauw die tiran de deur uit was. Dan was die neef helemaal normaal. Zei, oké, jongens, en wat gaan we doen? En die zogenaamd spastische, idiote neef.
Die heeft het hele, die heeft de hele boel omgewenteld. Die zorgde voor een wende. Dat is orde uit chaos. En laat je niet in de reet neuken door een vrijmetselaar, want die snapt er helemaal niks van. In ieder geval niet die zielige die ik ooit ontmoet heb. Dat gaat hem niet worden. En dan kunnen ze net zo mooi deze dingen in elkaar metselen met zo'n pijpje erop. En, nee, dit slaat allemaal nergens op. Deze mensen weten niet wat ze moeten doen. Ze vluchten weg voor de werkelijkheid. Beter zouden deze mensen het moeten kunnen aandurven om onze kinderen fatsoenlijk onderwijs te geven. Dat zouden ze moeten durven. Ze zouden het lef moeten hebben om onze kinderen onderwijs te geven. En wat er nu gebeurt, dat is dat ze dat onderwijs overlaten aan de ouders. Nou, vind ik ook best. En hoeveel tijd krijgen wij daarvoor? Nou, zolang je iemand als Joris Demmink, jij betaalt mee aan zijn pensioen. Joris Demmink heeft nog nooit een dag van zijn leven gewerkt. Wij hebben betaald voor Joris Demmink en we betalen daar nog steeds voor. Ja, en dan hebben wij geen tijd dus om te homeschoolen, om thuisonderwijs te geven. We komen pas om 8 uur vanaf de A12 aangescheurd. En alles moet maar tussendoor en schiet op en ja, kom op en snel naar bed. Ja, opjakkeren heet dat. Ze houden ons dom. En schiet hier gewoon een kanon in. En vraagt die Duitsers om een 9-11 aanslag. En dan map je er gewoon wat in, man. Laat die mensen... Doe hier gewoon, ga je met een drone overheen en strooi pamfletten uit. Waarop staat, jullie zijn verdoemd. Kijk, Christus Jezus. Laat ik simpel beginnen. Dan rond ik af. Gautama de Boeddha, geboren Siddhartha, was een aristocraat. En hij heeft afscheid genomen van al zijn vermogen en hij ging gewoon lekker aan de wandel en iedere dag gratis eten en gratis drinken. Siddhartha was een lapzwans. Die vertelde dat er een ernstig gevaar is met hechting. Je mag niet aannemen dat de wereld moet zijn zoals jij denkt dat die moet zijn. Daar had die klootzak een ongelooflijk gelijk in. Siddhartha de Boeddha was 300 jaar voor onze jaartelling. In de tijd van Socrates. Alleen Siddhartha de Boeddha, Gautama de Boeddha, die zat helemaal in Azië. En toen hadden ze nog niet WhatsApp. Dus die wisten niets van elkaar. Maar het was dezelfde tijd. 300 jaar daarna, dat noemen wij het begin van onze jaartelling. En onze jaartelling, die houdt het nog wel een paar duizend jaar vol. Onze jaartelling die blijft nog een tijdje doorgaan. We krijgen een consensus over de maandag en de dinsdag. Maar aan het begin van onze jaartelling kwam daar dus een nieuw verhaal. En het verhaal ging over een mens en die zei, ik ben een kind van God. Dat verhaal, hij heeft, en die mens die dus zei, ik ben een kind van God en een bankrekening die heb ik al. Dus ik hoef geen bankrekening bij jullie en ik veracht jullie geldwisselaars. Hij heeft zelfs een rel getrapt.
omdat ze aan het geld wisselen waren in een tempel. En zijn wanhopige hoop was dat de tempel in ieder geval nog een huis van God was. Een huis waarin je je zou moeten gedragen. Dus hij was de meanest mofo die je maar kan voorstellen. Hij was erger dan Siddhartha de Boeddha. En dat is niet aan Siddhartha de Boeddha te verwijten, want hij was 300 jaar daarvoor. Goed bereid kost even tijd. Nou, Jezus, daar hebben we het over. Die heeft het echt tot aan het gaatje gedreven. Die heeft echt tegen ons gezegd van, you mofo's. Ik smeek mijn vader om het jullie te vergeven. Want je hebt niet eens in de gaten wat je doet. Ekels. Want wat had het voor nut om die vent aan een stelletje planken te spijkeren? Denk er een paar seconden over na. Wat is dat verhaal geweest? Wat verenigde die mensen zo? Belangrijk om bij stil te staan. En de volgende stap is dat Christus Jezus, of Jezus Christus, hang maar af wat je het leukste vindt klinken, de gezalfde Jezus, ons lam van God. Hij had het ook over hechting. En hij noemde dat zonde. En hij deelde die zonde in drieën. En hij sprak ook over een zonde die jou niet vergeven kan worden. En nu is mijn vraag, want ik weet niet alles, Jurk Diesman, mijn vriend, geboren te Hamburg, die mag hiermee over meedenken. Maar volgens mij is onwetendheid onvergeeflijk. En zij duwen ons in onwetendheid. Zij duwen ons de prut in. En wij moeten hier tegen in opstand komen door goed voor onze kinderen te gaan zorgen. En onze kinderen te leren. Als ze dat niet op de universiteiten geleerd krijgen, dan maar via het internet. Wat dacht je van een strategie dat je zegt tegen de leraar, ja, mijn kind is chronisch ziek en het is, ja, hij kan, ja, 2 dagen per week moet ik hem echt thuis houden, want anders krijgt hij ontzettende hoest. En dan stuur je je kind naar school met een doorgesneden ui onder de oksel. Nou, dan gaat die snottere jongen in de klas. En voordat je Mississippi kan spellen, is je kind weer thuis en dan zeg je mooi zo. Oksel, ui eruit. Schoonwassen. Beetje eucalyptusolie. En hoppakee. En dan gaan we wiskunde doen. Wat stelt het uiteindelijk voor? Wiskunde, natuurkunde, scheikunde. Het is allemaal tautologieën. Het is allemaal de verschijning van dat wat, ja, de Heere geschapen heeft. Meer niet. Het is allemaal heel makkelijk. Mensen vragen wel eens aan mij, Perry, waarom ben je zo slim? Nou, dat komt omdat alles heel makkelijk is. Het is echt heel simpel. Alleen dan moet je wel achteroverleunen als een luie koning en voelen dat de Heere van je houdt. Want de Heere wil niet dat je alles leert. Dat kan helemaal niet. De Heere stuurt jou een bepaalde kant op. Nou, voel dat dan. Heb je gevoel voor scheikunde? Klojo, ga de scheikunde in. Heb je gevoel voor massamanipulatie? Nou, klojo, kuthomo, ga de massamanipulatie in. Ja, doe dat gewoon. En dan voel je wel wat er gebeurt. En dan blazen we deze gebouwen op. Of we nemen ze over. Maar wat moet je met zo'n klote gebouw? Ik wil het echt niet weten hoor. Die bomen vind ik nog wel leuk. Ja.
Kan je een mooie barbecue. Oud vuurtje. En dan nieuwe bomen natuurlijk. Maar al die verdiepingen. Nou, bij deze kan ik me denk ik wel besluiten dat ik dus wel degelijk daar langs ga komen als ze daar het feest gaan houden. Met een cameraman. Lijkt me echt heel erg leuk. Oh, wat gaan we dan lachen. Als ik tegen die tijd nog leef natuurlijk. Want zo ben ik wel. Het leven, dat is iets dat doe je en dat doe je maar één keer. Ik ben geen reïncarnist. Daar ben ik echt niet van plan. Ik hou er niet van. Eén keer en nooit weer. Jullie doen het er maar mee. Met mijn enige leven. Ik ben gewoon een peen in die eihol. Ja, dat weet ik ook wel. Wat maakt mij dat uit? Ga klagen over Madeleine Albright met de 500.000 dode kinderen. Dan hebben we het dan ergens over. Maar dit gebouw gaat omlaag. Behalve natuurlijk die Rozenkruiser, Paul de Heer. Maar die werkte niet meer. Maar mensen zoals hem, die moeten we van tevoren wel waarschuwen. We moeten wel eventjes, net zoals die Israëliërs, van tevoren zeggen, knock knock. Even, ja. En dan boem boem. En dan een beetje nauwkeurig. Dus ik zou echt die Duitsers vragen. Want die Duitsers die hadden die grondlichkeit. Om deze rotzooi even omlaag te halen. Ja, tenzij het. Maar wat moet je ermee? Ik vind het echt een slecht gebouw. Helemaal nergens op staan. Ja. Ja, je kan het ook laten staan. Dan moet je er misschien een neutronenbom op doen. Dat je alleen het biologisch weefsel vernietigt. Want neutronen hebben geen effect op graniet en steen en ijzer en zo. Maar biologisch weefsel hebben gewoon een neutronbom. En dan van tevoren een knock-knock. Iedereen die het begrijpt, die rent weg naar de bossen. En dan boem. Maar ja, zo'n neutronenbom heeft dus een hele grote uitstraling. Dat kan je ook weer schade veroorzaken. En dat willen we niet. Geen collaterale schade. Hè? Geen gezamenlijk. Collateral is toch gezamenlijk of zo? Hè? Schade voor ons allemaal, dat kan niet. Er zit natuurlijk ook. Oh, ik zie er ook rechts, zie ik allemaal van die woonwijken staan. En er zitten gewoon onwetende Turkjes. En onwetende Marokkaantjes. Die ook echt niet weten dat het centrum van Satan. Dat ligt net over die zelfgegraven vijver van Satan. Dat mag je allemaal niet doen. Maar de fantasieën spelen door mijn hoofd. Ik zou echt gewoon dat wij leren dat de landbouwuniversiteit, die is na mij opgeheven. Ik heb nog een beetje onderwijs gehad. Ik weet nog, dat is nog een keertje van scheikunde. Dan schrijf je C. En dan doe je plus O2. En dan moet je een pijltje schrijven. Dan krijg je CO2. En ja, het is heel verschrikkelijk ingewikkeld. Maar mij is dat geleerd. En daar ben ik erg blij mee dat ik dat weet. Dat het namelijk zo werkt. En beter is het dat onze kinderen dat ook leren. En dat CO2 geen enkel probleem is. Behalve als het kouder wordt. Dan moet je meer CO2 maken. Maar het schijnt alleen maar warmer te worden, zeggen ze. Oh, oké. En dan moeten we buiten gaan roken. Niet stomme hekels. Kortom, er klopt er helemaal niks van. Erg, hè, mensen? Nou, op zijn hamburgers ga ik afscheid nemen. En dan zag ik tjus. En dag, lievers.